De afgevaardigde van het comité Natuurkunde Olympiade, Farsanda Abdul Wahid, heeft op de Internationale Natuurkunde Olympiade 2017 een eervolle vermelding in de wacht gesleept. Gisteravond heeft in het IGSR-gebouw de prijsuitreiking plaatsgehad. Firin Ayodhya, voorzitter van het Nationaal Comité Natuurkunde Olympiade, geeft aan dat Suriname dit jaar voor de 21ste keer heeft deelgenomen aan de Internationale Natuurkunde Olympiade. Volgens Ayodhya geven de statistieken aan dat tot nu toe 102 studenten zijn afgevaardigd in de afgelopen 26 jaar. En daarvan was 25% vrouw. 20% van de winnaars, dus de eerste plaats, was een vrouw. Natuurlijk kan dezelfde persoon best nog een keer winnen, hè? We tellen elk jaar tellen we opnieuw. En de afgelopen 5 jaar was 57% van de winnaars een vrouw. En de afgelopen 2 jaar 100%. Okay. We hebben wat prijzen betreft ook goed nieuws, dat gaat u later ook horen, of u weet dat al denk ik, maar gaat u later nog een keer horen. Maar we hebben in 2009 ook al een eervolvermelding behaald, dus dit jaar eervolvermelding in Yogyakarta en in 2009 was dat in Mexico. En in 2014 hebben we in Kazachstan een medaille, bronzen medaille, mogen winnen. Dus we zijn blij, heel blij natuurlijk. En onze ambitie is nog steeds om nog een keer die bronzen medaille in de wacht te slepen. Dus we hebben goede hoop dat dat gaat gebeuren. Farsanda, die ook best geslaagde van het Miranda Lyceum is, heeft samen met Simran Mokim, Vinay Nandlal, alle drie van het Miranda Lyceum, Sarvaras Muradin van het Meyer Lyceum en Netanya Harlianto van het Hogendoorn Atheneum deelgenomen aan de 48ste Internationale Natuurkunde Olympiade. Deze is van 16 tot en met 24 juli gehouden in Yogyakarta, Indonesië. In totaal hebben 87 landen met 395 middelbare scholieren meegedaan. De Surinaamse delegatie bestond naast de 5 studenten uit 2 begeleiders die ook natuurkundedocent zijn. De studenten hielden een presentatie over hun deelname aan de Olympiade. We brengen u een fragment hiervan. De toets ging dus door op 19 juli. Het bestond uit 2 opgaves die individueel gemaakt werden. Hier zien jullie Vinay en Farsanda tijdens het practicum die druk bezig zijn na te denken. De Natuurkunde Olympiade is een door de Rotary Club Paramaribo geadopteerd project. De Surinaamse delegatie is gesponsord door het bedrijfsleven. Ook de Anton de Kom Universiteit verleent vanaf het begin volle ondersteuning aan dit project. De eerstvolgende Internationale Natuurkunde Olympiade wordt in Portugal gehouden.